girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey hallo mensen, welkom. Heel goedemorgen. Wij gaan vandaag iets heel leuk doen. Wij gaan vandaag als VIP naar Gameforce. En Gameforce is een heel groot evenement waar dan redelijk veel YouTubers ook naar komen. En we gaan ook mensen ontmoeten. En ik ben sowieso benieuwd mensen, maar ik ben niet alleen. Ik ben hier samen met mijn baby. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, oei, oei. Ze is nog niet zo goed wakker. Straks haar koffietje en dat komt allemaal wel in orde, hè babe? En wij gaan nu zijn we ons aan het klaarmaken. Het grief is klaar. Dan en vandaag gaan we ook richting papa. En die zit aan de kant van Antwerpen. Dus mensen, wij gaan een hele leuke dag hebben. We moeten 2 keer de trein pakken. Eerste keer naar Brussel. En van Brussel nemen we de trein naar Antwerpen. Dus zoals je ziet mensen, sta ik klaar. En wij gaan nu op ons gemakje, ja, mijn madame is nog bezig aan het klaarmaken. En wij zien elkaar als ze subiet onderweg zijn. Dus mensen, ik zie jullie subietjes en tot straks. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we in Brussel Zuid toegekomen. Oh, mensen. Het is precies de luchthaven. Daar is voor bussen zeker. Ja. Dus ik ga even laten zien mensen. Oh, dat is precies een luchthaven. MIVB daar, ja. Staat daar toch? We moeten bus hebben. Hoi, hey, babe. Hoi. Ja, daar is voor bus. Ja, we gaan wel zien. Oh, holy shit, dat is echt doolhof. Dat is voor de bus altijd. Ja, wauw. Dat is wow. De winkelcentrum en al, hè. Ja, holy. Check mensen. Bij hier wel veel tekens en... Nee, dat we ons veel zien. Ja, het is zo, hè, joh. Nee. Ja, mensen. Nee. Joh. Ga je het heel, heel, heel zien, wel. Nee, we zijn als... Oké, en nu rechtdoor. Dat ik hier niet kan wennen in dit afstand. Dat kan ik niet gewoon worden. Ja, jawel. Maar ik niet. Ik ben echt een vlooming. Dus, oh, mensen. Dat is precies doel of je. Ah, hier. We hebben de uitgang gevonden. Wonder! Nu eens kijken achter bus 6, hè. Wat is dat? What the hell? Oké. 6, zo daar.
Holy shit. Nou wat? Best. Denk je dat niet? Ja, een beetje. Beetje? Ja. Hey. Nu sta je niet zo. Holy shit, mensen. Dat is precies echt een doolhof, hè? Ja, dat is zo. Ja, hè? Maar daar is de trom. En babe, dat is hier echt een doolhof. Maar... Ach, hier eigenlijk toe gerecht worden. Ja. Ja, hij wel, maar ik niet. Holy shit, jongen. Maar Marco kan brussel zijn, toch vroeger, dat is wel. Ah ja, ik ben hier één keer geweest bij een overstap. Ja, mijn overstap, maar dat is niet zo mooi. Nee, maar ik was onderweg naar dingen. Naar Dardenne met... Ja. Met... ik spreek over een aantal jaar terug. Hè. Voor naar Dardenne. En... Wacht, hè. Nou, ik moet even kijken. En we moesten hier in Brussel-Zuid overstappen en dan was het al zo van, wow. Bruks, staat niet hier. Heb ik de zon dat raar? Dat zijn de pommetjes. Oké, we gaan kijken daar. We gaan hier oversteken. Die zetten onder velo's hier ook overal, hè. En vriendelijk zijn ze hier ook niet. Ah, godverdomme. Ja, ik heb B6 nodig. Kijken naar het perron zeker, hè? Wat, joh? Dat is hier echt wel een grotere doolhof dan ik eigenlijk verwacht. Oké, mensen, ik ga je subiet laten zien als we op bus zitten. Ik ben even eerst zoeken. Tot subiet, hè. Ja, tot subiet. Hey, wel, mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we toegekomen in Brussel. En we zijn binnen bij Gameforce. Dus check. GBL staat hier, mensen. Wauw, joh. En we gaan een keer kijken, hè. Wauw. Oha. Dat is een next level, hè, babe. Dat is next level. Oha. Oha. Dat is next level, hè, babe. Next level shit. Dat is next level qua event ook, hè. Kijk, Dreamland. Kijk, virtueel golven, babe. Virtueel golven. Wat kan doen? Oeh. Xbox. Babe, kussen hebben voor... Ja, pak je die mee? Ja, sowieso. Baby. Oh. Ja. Virtual reality. Ah, dat is normaal, hè. We gaan eerst op ons makkelijke keer. Steel Series. Wajo. Alles rond de dingen maar nu. Je krijgt een paar euro korting op.
Wow, een bakje zeggen ze dan. Oh, joh. Dat is zo serieus een andere taxi wat ik hè. Hé, babe. Ja. Nintendo. Maar dat was te verwachten dat Nintendo hier ging zijn. Dat is theater. Ik ga wel kijken tussen de stoeltjes. Maar ja, en nu zo naar daar lopen, en naar daar lopen, en naar daar lopen. En dan kijk ze, denk ze van... Weet hem het. Logisch? Wij joh, dat is wel dat wel zot hoe dat ze dat doen ze, die cosplay. Wij joh. Ja. Hehehe, zalig. En wat doe je dat iedereen maar wil proberen, hè? Ja, ja, tuurlijk. Huh? Is dat niet voor u? Airsoft. Daar geen amino? Nee. Ik ben eerst stoppen en top serveren. Wat de? Nee. God of War. Ah, God of War. Ja. Denk dat het de nieuwe is hoor, babe. God of War, dat gaat ook. Wil je een keer kijken? Hij kan hem testen. Ik weet het. Try it, babe. Ik denk dat ze spelen graag spelen. Ja? Horizon? Wil ik even testen? Doe maar, hè. Het is allemaal vol. Smakelijk. Pokémon! Meld je hier aan en test jouw skills en win een PS5. Zingen, tech. Ja. Dat kan wel. Maar we moeten vechten tegen elkaar. Yes, hello everybody. I hope everybody has a nice time. Ik ga niet op dingen spelen. Today we are organizing the Pokémon. Mario Kart 8 tournament at 11 hours 30 minutes. We also are organizing a Pokemon Unite tournament at 2 o'clock and you can win a Nintendo Switch game of your choice. Ja, waarom niet? Ik wil dat wel zo graag spelen. Nee? Wat zijn jullie? Ze zijn rond geweest.
normaal zijn is het eenzaam? Hè? Maar ik normaal ben normaal is... van mijn studenten bijgevoerd. Dat is de nieuwe, hè? Je kunt hem hier testen. Nee? Nee. Dat is deze speelverschil. Dat is het Duitse. Dat kan ik hem ook vinden. Oh ja, dank je. Waar ben je? Ja, hè. Waar ben je? Hey, M&M staat hier ook. Ja, ja, ja. Ik zie even mijn camera weg tot wanneer we Jaroski gevonden hebben. Ja. Dus mensen, we zien elkaar, sipietjes. Welkom terug. Zoals je ziet zijn we op de trein richting Antwerpen. Ik heb mijn idolen ontvangen, dus ik heb het niet kunnen filmen omdat ik stress. En hallo. En we zijn nu onderweg richting Antwerpen en we gaan daar met papa voor een hele weekend. En mensen, ik ben super trots. Ik heb mijn, ik ga je straks het grief laten zien met de handtekeningen van Jaroski, dus en Rijn de Bakker. Dus dat zijn twee van mijn idolen waar dat ik elke keer naar kijk als ze een video geplaatst hebben. En ik ben echt super trots. En dat ik ben niet alleen, ik ben hier met de baby. De volgende baby. Wat vond jij ervan? Brussel, de volgende arrêt is Bruxelles. Ik zie het toch veel liever klaar, hè? Ik mag niet lachen. Maar baby toch. Maar, wat was je eerste ervaring? Het was een leuk baby. Ah, voilà. Je eerste ervaring is wel een toppertje. Want hij kijkt ook naar Jaroski, hij ziet hem ook graag bezig. Ja. Dus. Alleen dat ik niet meer op voeten ben. Nee. Maar ik wou de voeten doen met ons allemaal, maar hij zei dat ik mijn camera moest draaien voor de alle drieën. Ja, ik weet het. Maar je hebt hem gezien. Dat is toch het belangrijkste? Wie is het volgende dat we gaan tegenkomen? Wat? Wie is het volgende? Enzo Knol? Dat zien we dan wel nog. Ja, ja, dat zien we dan nog wel. Maar mensen, wij zijn sowieso subiet. Ja, we zijn onderweg richting Antwerpen. Maar als ik toegekomen ben, neem ik jullie sowieso mee. Dus mensen, tot subiet. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog, dus het niet, maar hey, welkom terug. Zoals je ziet zijn we ondertussen in Antwerpen. We hebben wel lekker gegeten, we hebben bij de mensen al geweest voor te helpen. Ik heb daar niet voor gefilmd, omdat ik zoiets had van, wij gaan, dat is een beetje privé. Maar, het zijn super lieve mensen. We hebben veel gedaan ook. We hebben een beetje onderzoek gedaan en ik heb een super goede sessie gehad met de EMF detector. En hier is mijn baby. Hallo, hoi. Hoi. Ze is een beetje moe. Nee, maar dan toch nog vinger. En vergeet sowieso niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga straks de foto's op van Jaroski. Ik heb Jaroski ontmoet en ik ben daar super trots op. Mm-hmm. En
wij gaan sowieso nu al een beetje rusten. Allee, ja, een beetje relaxen samen met papa en Inge. En het is super. Oh, kijk, zo'n schattig hondje zo. Daar is baby. En vergeet sowieso niet te abonneren en te liken. Morgen gaan we terug naar huis. En ik denk dat dat ongeveer tegen de avond gaat zijn. En maar mensen, we gaan er nog een leuke dag van maken. Zolang dat we nog hier zijn, gaan we ervan genieten. Ik denk dat we wel een keer gaan uitslapen op onze zondag. En dan op ons vermakske naar huis. Juist dat, baby? Ja, baby. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren op deze kanaal. Op naar de 200. En we zien elkaar morgen.